Goedemorgen. En we hebben al een klein stukje kunnen meeskiën vanaf de parkeerplaats van de Pietstalen Gletscher. Maar wij gaan eerst eventjes naar de Riffelzee. Mooi klein gebied wat je in de ochtend kunt doen om vervolgens in de middag naar de Pietstalen Gletscher te gaan. Nou, één feitje hebben wij al te melden. Wij horen de mensen niet skiën. Nou, en dat is dus heel goed nieuws. De pistes zijn dan ook niet keihard en ijzig. Maar hier ligt echt gewoon poedersneeuw. En dat is ook waar we voor kwamen. Nou, we zien alleen maar groene lampjes. En dat betekent gewoon dat alles open is. We hebben zojuist de eerste afdalingen gehad en wat een snoepje, ongelooflijk. Alleen maar poeder, dus wij gaan ons absoluut vermaken hier niet alleen aan de Riffelzee, die hier beneden stijf bevroren is, maar vanmiddag ook op de gletscher. Ja, en wij zitten dan wel in de lift, maar jullie zien het is hier dus echt heel rustig. Het hoogste puntje hier op de Riffelzee, dat ligt op 2810 meter. Daar kom je met de Grubenkopbaan. En hier liggen twee hele mooie pistes, een rode en een zwarte. Het ziet er naar uit dat ze deze dingen even niet meer nodig hebben. Nou, wij zijn weer met onze neus vandaag in de sneeuw gevallen. Dus niet in de boter, maar echt in de sneeuw. Want het is hier echt een plaatje waar jullie naar kijken. Dat is de Grubenkop. Dat is ook een geweldige afdaling. Die is zowel in rood te doen als in zwart. Maar beide zijn prima te doen, zeker met de sneeuwomstandigheden die hier heersen. Ook als je kijkt naar het zonnetje, die is er vaak altijd wel bij als wij hier zijn. Of we kiezen het uit dat het zonnig is. Wij gaan nu eventjes een bakje koffie doen. Misschien wel meer wat erbij. En dan gaan we onze weg weer vervolgen in dit mooie skigebied. Wij gaan de laatste afdaling hier doen aan de Riffelzee. En die laten we jullie zeker even zien. Dus ski maar even mee.
Wij zijn het laatste stukje van de afdaling nog even gestopt. Want we kwamen deze ijswanden nog tegen en je ziet daar iemand staan. Hier wordt echt geklommen. Ze komen echt van beneden. Er moet nog iemand zijn, maar hier wordt dus ijs geklommen. Dat kun je dus ook doen hier in het Pietstal. Nou, en voor de rest gaan wij hier de dag afsluiten van de Riffelzee. We zijn hier net naar beneden gekomen. Afdaling hebben jullie kunnen zien. En dit sluit perfect aan hier op deel 2. Dat is de Pietstaler Gletscher. Die gaan wij zo meteen onveilig maken. Maar deel 1 gaan wij afsluiten. De Riffelzee. Echt een geweldig gebied. Jullie hebben het gezien. Rustig. Is eigenlijk altijd rustig. Hou je dus van rustige pistes. Maar zeker ook van poedersneeuw. Die hebben wij hier zeker aangetroffen. Dan is dit gebied echt iets waar je langs zou moeten gaan. En daarmee gaan wij afsluiten. En ik zeg maar weer de groeten.